Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen zondag vond in het Masbos de ludieke fietssafari plaats. Tijdens deze ludieke fietstocht werd er geld opgehaald voor de Blauwe Kamer. De fietstocht startte bij Boeken Verschuren en werd geëindigd met een heerlijke braai. Wat vond u van de fietstocht? Ik vond hem heel erg leuk. Ik vond het heel goed georganiseerd. Leuke dingetjes onderweg. We hebben verschrikkelijk gelachen. Het weer was ons gunstig gestemd. Dus nee, het was gewoon een hele leuke tocht. Ja, fantastisch. Ik ben echt een stuk wijzer geworden met al die wilde dieren hier in het Masbos. Dus van een boktor tot een waterslang. En ja, het was fantastisch. Even een lekker zondagje fietsen. Op safari geweest in het Ginnek en omstreken. Een hoop mooie beesten gezien, een hoop gezelligheid. En we hebben de eindstreep gehaald. Heerlijk, lekker vermaakt worden, lachen, dat is het. Wat was nou het leukste? Of wat is je het meest bijgebleven, laat ik zo zeggen? Het meest bijgebleven, nou, dat vond ik toch wel het vissen. Maar ja, ik had een walvis verwacht. Maar ja, die was er helaas niet. Dat is een goede vraag. Ik denk toch die anaal in het water. We staan hier bij de Blauwe Kamer. Wat is dat precies? De Blauwe Kamer is voor meervoudig gehandicapten. We zijn hier in de belevingstuin. Belevingstuin ook voor onze safaristen die net weer een volgende ploeg aankomen. Die kunnen hier voelen, ruiken en zien. Ja, zien eigenlijk niet, maar ruiken, voelen en horen wat er allemaal in de natuur is. En hoe gaan jullie te werk? Nou, dat is natuurlijk één ding van de natuur, maar het is nu vandaag met name vanuit de Vuilenhoek dat we voor een hoop safaristen, de fietssafaristen, een leuke dag beleven. En met het geld dat opgehaald wordt, bezorgen we buitenmeubilair voor de Blauwe Kamer. Zodat zij zich meer met de natuur bewust kunnen zijn? Nog meer met de natuur bewust kunnen zijn. Zij beleven dingen anders dan jij en ik. En op die manier kunnen ze nog iets geven, nog een extra rustpuntje. Nog meer kunnen genieten van de natuur zelf. Kleine dingen die andere mensen weer voor hen kunnen doen. Breda Nu. Je weet het meteen.